Welkom bij de interviews van de Academie voor de Rechtspraktijk. Vandaag vanuit een unieke locatie bij het kantoor Unger van Els. Een kantoor gespecialiseerd in het arbeidsrecht op de Zuidas van Amsterdam. Leuk, Els, dat we hier de opnames mogen doen en ook met de naamgeest van het kantoor. We gaan vandaag hebben over een belangrijk onderwerp in het arbeidsrecht. Dat is namelijk de billijke vergoeding. Er wordt veel over geschreven. We gaan twee uitspraken bespreken. Waarom wordt er zoveel over geschreven? Waarom is er zoveel over te doen over dat onderwerp? Ja, dat begon drie jaar geleden, ruim drie jaar geleden inmiddels, met de invoering van de WWZ. Toen was het nog heel onduidelijk wanneer en hoe vaak en in welke omvang die billijke vergoeding toegekend zou gaan worden. Nou, daar is heel veel over gespeculeerd. De rechtspraak liet de eerste twee jaar werkelijk alle mogelijkheden zien, hoog, laag, daartussenin. Maar vooral waren rechters ook terughoudend, omdat heel onduidelijk was welke kant het op zou moeten gaan met die billijke vergoeding, zeker met de omvang daarvan. En in juni 2017, heeft de Hoge Raad daar een uitspraak over gedaan. Daar kom ik straks nog even op terug. En sindsdien is er meer duidelijkheid en zien we dat de vergoedingen rap omhoog gaan en dat ze ook vaker worden toegekend. Dus het is eigenlijk een nieuwe bron van compensatie voor werknemers die ontslagen worden, die steeds belangrijker wordt. En in deze serie van uitspraken die we hier op jullie kantoor gaan uitzenden, gaan we in totaal vier uitspraken doen. Ja. En een van de uitspraken gaat over deze billijke vergoeding is van het Hof Amsterdam. Ja. Van 28 augustus, een recente uitspraak. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen, wat het feitencomplex van deze uitspraak is? Ja. Deze uitspraak, de casus speelt zich af in de schoonmaakbranche. Dat ging om een schoonmaker die al lang bij een schoonmaakbedrijf werkte. Het schoonmaakbedrijf heette ISS. Niet een al te leuke naam in deze tijd. Nee. Maar zo heette het. En dat ging om een schoonmaker die werkte ook al lang voor dat schoonmaakbedrijf vanaf 2001. En die werd op een zeker moment overgeplaatst naar een andere locatie. En dat was een probleem met, hij had twee banen met de andere baan die hij had. Nou, dat leidde tot een ontslag op staande voet. En de werknemer heeft dat aangevochten en uiteindelijk heeft hij een billijke vergoeding toegekend gekregen. De details ga ik straks wel op in, maar dat is de kern van de situatie. En wat betekent dat nu inderdaad, van, je zit gaan delen op de kern, maar die billijke vergoeding, daar draait het om. Ja. Daar is over geprocedeerd van hoe hoog kan die komen te liggen. En kun je daar iets meer over vertellen, over hoe hoog die billijke vergoeding is en wat de reden daarvoor is? In dit specifieke geval? Of meer in zijn algemeenheid? Misschien wel in beide. Dat je echt in het algemeen, waar ligt die grens? Waar moet je op letten? Maar ook dan terugkomend op deze uitspraak van de ISS. Misschien is het goed dat ik eerst even toch iets in zijn algemeenheid nog iets zeg over die hoogte van die billijke vergoedingen sinds dat arrest van de Hoge Raad van 30 juni 2017. Dat is dus het New Hairstyle arrest. Bekend arrest. In de literatuur ook veel naar voren gekomen. Dat speelde in een kapperszaak, New Hairstyle. En zoals ik al zei, sindsdien, de Hoge Raad heeft daarin vingerwijzingen gegeven voor hoe zo'n billijke vergoeding berekend moet worden. En wat we gezien hebben is dat sindsdien kantonrechters toch steeds hogere billijke vergoedingen toekennen. En dat ook hetzelfde geldt eigenlijk voor de gerechtshoven. En daarnaast dus dat die drempel, want voordat je een billijke vergoeding kan krijgen, moet er een drempel worden overgegaan, namelijk dat de rechter vindt dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Want als een werkgever niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, gewoon verwijtbaar heeft gehandeld of niet verwijtbaar heeft gehandeld bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst, dan heb je recht op een transitievergoeding. Dus om bovenop die transitievergoeding een billijke vergoeding te kunnen krijgen, moet er sprake zijn van dat ernstig verwijtbaar handelen. Nou, is misschien goed als we daar straks nog even op inzoomen. Wat ik belangrijk vind om te vertellen is dat de bedoeling in 2015 van de invoering van de WWZ was de bedoeling van de wetgever dat ontslag voor werkgevers goedkoper werd. De bedoeling was dat dus de vergoedingen omlaag gingen. Daarvoor hadden we de kantonrechtersformule, herinner je je misschien nog? Ja. En de vergoedingen omlaag, maar ook dat ze voorspelbaarder werden. Want daarvoor, natuurlijk hadden we die kantonrechtersvergoeding, was een richtlijn, maar hoe het dan in een individuele procedure zou uitwerken, op welke vergoeding je zou uitkomen, dat was toch een beetje een bingo in het pre-WWZ-tijdperk. Nou, meer
voorspelbaarheid en lagere vergoedingen. Dat was de bedoeling van de wetgever. En daarvoor is dus dat systeem ingevoerd met die vaste transitievergoeding. Die is simpel te berekenen, allemaal tools voor. Nou, met even googlen heb je dat in een paar minuten berekend. Geen discussie. Dus ja, er valt iets te winnen voor werknemers en te verliezen voor werkgevers. Als het gaat om dat vraagstuk van de billijke vergoeding. Wat die komt er bovenop, hè? Die komt bovenop de transitievergoeding. Dat is niet zomaar een soort vingerspitsengevoel waarmee ik zeg van die vergoedingen stijgen. Dat blijkt ook uit een onderzoek wat er heel kort geleden gedaan is door professor Ruben Houweling met een paar anderen samen. Evaluatieonderzoek naar ontbindingszaken. En over 3 jaar WWZ, 2015-2018, en daar blijkt ook uit dat dus die toegekende bedragen van de billijke vergoedingen, dat die stijgen, dat die in de afgelopen 3 jaar sterk zijn gestegen. Maar als ik nou mag onderbreken, wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn? De oorzaak daarvan is, en dat is eigenlijk de kern, en dan zeg ik het in één zin, dat de Hoge Raad heeft uitgemaakt in die New Hairstyle beslissing, dat het inkomen wat de werknemer misloopt door het onterechte ontslag, dat eigenlijk een van de belangrijkste factoren is bij het bepalen van de billijke vergoeding. Terwijl daarvoor werd gedacht, daar mag je geen rekening mee houden, want het feit dat de werknemer inkomsten gaat missen, dat wordt al verdisconteerd in de transitievergoeding. En die gedachte, daar heeft de Hoge Raad eigenlijk een streep door gehaald. De Hoge Raad zegt, als iemand onterecht ontslagen is, bijvoorbeeld omdat hij op staande voet ontslagen is en dat mocht niet, dan moet je kijken naar welk inkomen zou die gehad hebben als hij in dienst zou zijn gebleven. En dat is dan de basis voor een van de belangrijkste elementen voor het berekenen van die billijke vergoeding. Dus daarom zien we sinds ruim een jaar nu, sinds juli 2017, dat die vergoedingen zo stijgen, omdat het element gemist inkomen daar een belangrijke rol in speelt. Dat is de kern. En speelt het ook een rol in de uitspraak die wij nu bespreken? Ja, met zeker. Die ISS van augustus? Ja, daar speelt dat zeker een rol in. Zullen we verder gaan over ISS? Ja, graag. Ja, naarmate we de naam vaker zeggen. Het wil niet wennen, zo'n naam. Nee, het is een moeilijke naam. Ja. Nou, waar ging het om? Die werknemer werkte al lang, zei ik er straks, bij ISS. Maar daarnaast had hij dus nog een ander dienstverband. Dat zien we natuurlijk ook vaak bij mensen die laag betaald worden. In dit geval een schoonmaker, dat je toch meerdere banen moet hebben om een behoorlijk inkomen te hebben. Zo ook deze werknemer. Die werkte ook al vanaf 2007. Werkte die bij een ander bedrijf, een bedrijf in de sociale werkvoorziening hier in Amsterdam, bij Pantar. En hij had dus het probleem dat hij van zijn ene werk, als hij daarmee klaar was om 4:30, moest hij snel naar zijn andere werk, naar een locatie van het schoonmaakbedrijf, om daar zijn schoonmaakwerk te doen. Dat ging allemaal prima, jarenlang, tot 2016, dus zo'n 9 jaar lang ging het prima. En toen werd hij door ISS overgeplaatst naar een andere locatie, waardoor hij dus niet meer op tijd kon komen voor zijn tweede baan. Nou, daar was nogal wat gedoe over en uiteindelijk resulteerde dat erin. Hij weigerde om op die nieuwe locatie te gaan werken, want hij zei, ja, ik haal dat gewoon niet. Hij deed wel een paar constructieve voorstellen, bijvoorbeeld dat hij een kwartier later mocht beginnen, zodat hij wel voldoende tijd had. Maar uiteindelijk leidt dat dus tot een ontslag op staande voet. En die werknemer, na ontslag op staande voet zit je natuurlijk dan zonder dat inkomen. Dus dan moet je wel eigenlijk in de meeste gevallen, tenzij je heel snel een andere baan hebt. Maar ook dan ga je nog proberen natuurlijk een billijke vergoeding te krijgen. Hij ging naar de kantonrechter en die kantonrechter vond ook dat het ontslag ten onrechte was. Die kende hem een billijke vergoeding toe van €3.500. Ik zeg daar even bij, hij had sowieso al recht op een transitievergoeding van ruim €11.000. Schoonmaker, dus laag salaris, denk je €11.000 is niet zoveel. Maar voor hem was dat 14 maandsalarissen, want hij verdiende maar €760 bij dat schoonmaakbedrijf per maand. Dus dat is dan toch een aanzienlijk bedrag, die transitievergoeding. €3.500 van de kantonrechter. En de werkgever, ISS, die gaat dan een hoger beroep. Werknemer gaat dan op zijn beurt ook, in incidenteel hoger beroep noemen we dat, gaat ook een hoger beroep. En bij het Hof vangt die werkgever bot in die zin dat het Hof een nog hogere billijke vergoeding toekent. Waarom? Om een aantal redenen. In de eerste plaats, die billijke vergoeding werd natuurlijk weer toegekend omdat het Hof ook vond dat er ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever was. Nou, hoe zit dat bij ontslag op staande voet? Als de rechter een ontslag op staande voet niet
rechtsgeldig gegeven wint, dan impliceert dat eigenlijk al dat de werkgever verwijtbaar, ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, want je had dat ontslag nooit mogen geven. Nou, in dit geval weegt het Hof dan mee dat die werknemer had voorgesteld om een kwartier later te mogen beginnen, had ook nog een voorstel gedaan om in der minne, dus gewoon met een minnelijke regeling, met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan. Werkgever die had, was er eigenlijk allemaal niet op ingegaan, maar had star vastgehouden aan zijn plan van nee, je moet op deze locatie werken met die werktijden. En daarvan zegt dan het Hof uiteindelijk van werkgever heeft zijn star en niet oplossingsgericht opgesteld en heeft uiteindelijk zelfs de werknemer op staande voet ontslagen, terwijl de werknemer nog meende in overleg te zijn. En dat is, daar is gewoon geen dringende reden voor ontslag op staande voet. En dat gegeven ontslag is daarom niet rechtsgeldig. En daarom is die billijke vergoeding. Dat leidt er dan toe dat er dus een grondslag is, want er is ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, een grondslag voor toekenning van een billijke vergoeding. En dan zegt het Hof, die gaat dan kijken, en dat is dus een hele interessante, naar hoe oud is die werknemer? Die is 62 jaar oud. Hoe lang was hij in dienst? Hij was al 16 jaar in dienst. Hoe was zijn functioneren? Nou, dat is altijd goed geweest. En dan zegt het Hof, naast die transitievergoeding van 14 maand salarissen van ruim 11.000 euro, gaan we ook nog een billijke vergoeding toekennen van 10.000 euro. Dat was nog een keer 13 maand salarissen, dus eigenlijk een verdubbeling. Vanwege die factoren die ik net noemde, leeftijd, werknemer, duur dienstverband, altijd goed functioneren. En dan zeg ik, hé, dat is merkwaardig, want dat zijn allemaal dingen die in feite al zitten in de transitievergoeding. Behalve dat goed functioneren, want ook als je minder goed functioneert, heb je nog steeds recht op de transitievergoeding. Maar in ieder geval duur dienstverband en leeftijd. En ook nog eens een keer, het feit dat jou als werknemer dus helemaal geen verwijt treft. Ja, dat doet me ook weer denken aan die vroegere kantonrechtsformule. Ja. Want daar had je dan de zogenaamde C-factor. Hè? Wie treft verwijt, werknemer, werkgever of geen van beide. Dus mijn indruk bij het lezen van zo'n uitspraak is toch van, gaan we weer langzaam terug naar die pre-WWZ-periode. Dat was mijn vraag. Van, ja. Gaan we dan inderdaad terug naar die kantoorwerksformule? Ja. Misschien een iets andere vorm. Ja, maar dat zijn allemaal elementen die daar doorslaggevend waren. En daar grijpt niet een willekeurige kantonrechter, maar het Hof Amsterdam grijpt daar nu eigenlijk op terug. En misschien dat je het weet, maar wordt deze naar de Hoge Raad, gaat deze uitspraak? Ik heb dat stond er niet bij. Nee. Soms staat dat erbij bij de publicatie. He, dus zeker waar zo'n uitspraak dan besproken wordt in de diverse bladen van cassatie ingesteld. Maar dat heb ik hier nog niet gezien. Maar is een goede route die we gaan volgen? Dat we terug gaan naar de lage vergoeding, de transitievergoeding, dan mogelijk billijke vergoeding. En dat je nu weer terug gaat, naar de WWZ. Ja. Nou ja, wat ik ervan kan zeggen is dat die voorspelbaarheid en dat beteugelen van die vergoedingen, dat je toch ziet dat de werkelijkheid gewoon weerbarstiger is. En ik vind altijd, als de werkelijkheid weerbarstiger is, dan denk ik van ja, dat is kennelijk wat de praktijk vereist. Want een wetgever kan wel met een bepaalde bedoeling een wet maken, maar uiteindelijk, ja, net zoals flexibele arbeid, dat kan je wel inperken, maar dan worden er weer nieuwe vormen worden eruit gevonden. Uiteindelijk, de werkelijkheid van de economie, van de arbeidsmarkt, is uiteindelijk bepalend, denk ik dan altijd. Maar dit is voor de advocaat, ik voel van, jongens, waar een heel moeilijke positie, van waar gaan we naartoe? Ik zag net toevallig een interview met Sagel staan, hè, natuurlijk hoogleraar arbeidsrecht. En die ook heel veel belangrijke cassatiezaken heeft gedaan die eigenlijk bepalend zijn voor die hele uitleg van de WWZ. En die geeft aan in dat interview dat het eigenlijk weer een lawyer's paradise is geworden, dat hele ontslagrecht. Maar dat geldt natuurlijk ook voor het verhaal van de billijke vergoedingen. Want we gaan natuurlijk allemaal zitten berekenen of we nou voor de werkgever of voor de werknemer optreden. Voor de werknemer, hoe hoog kunnen we zitten, wat kunnen we er allemaal bij betrekken? En voor de werkgever, van waarom moet dat juist niet? Ja. Dus in die zin, voor onze advocaten is het allemaal leuk. Maar als het gaat om voorspelbaarheid voor werkgevers, dan is het toch een stuk lastiger. Nee. Geen goede zaak. Els, ik wil je bedanken voor de helder uiteenzetting over deze uitspraak van het Hof Amsterdam. We gaan natuurlijk straks weer een uitspraak bespreken over die billijke vergoeding, want er zijn er vele daarover. Ja. In ieder geval, ik wil de kijkers bedanken voor hun aandacht en natuurlijk wijzen op de volgende interview wat we hebben met Els over de billijke vergoeding. Dank u wel voor uw aandacht.